Trainer Ronald Koeman had voorafgaand aan de lange reis naar Krasnodar vanochtend om 10 uur nog een training gepland in de Kuip. En daarna vertrok de 20 man tellende selectie naar Rotterdam Airport om daar per charter de 3500 kilometer lange reis te maken. Voor Feyenoord is het noodzaak om via Kuban Krasnodar eindelijk de poolfase van de Europa League te bereiken. Ja, heel belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat we een goede uitgangspositie neer gaan zetten daar. Dat wordt lastig tegen een goede tegenstander, maar we hebben wel alle vertrouwen in. Weet je inmiddels iets van Krasnodar? Ja, we weten wel veel meer en ik denk dat we ook in Rusland nog genoeg informatie zullen gaan krijgen dat we optimaal zijn voorbereid. Feyenoord telt veel internationals, maar buiten Joris Matthijssen hebben de spelers bij Feyenoord nog nauwelijks Europese ervaring. Ja, tuurlijk, maar dat heb ik al vaker aangegeven, dat het gewoon heel goed zou zijn voor het team en ook persoonlijk voor mezelf. Nu John Goossens geblesseerd heeft moeten afhaken, krijgt Elvis Manu van trainer Ronald Koeman een plaats binnen de selectie. De aanvaller zit in Nederland een schorsing van 4 duels uit, maar is wel speelgerechtigd in Europa. Aanvoerder Stefan de Vrij denkt dat Feyenoord, ondanks de 2-1 nederlaag zondag in de Arena, toch weer op de weg terug is. Ja, ik merk wel dat er iets aan het veranderen is en dat we terugkomen naar ons oude niveau.